Ik ben aangekomen in Amstelveen en achter mij zit Michiel. Hi Michiel. Hallo. Bij Wild FM Hit Radio, daar ben ik nu. Ze zitten hier nog steeds vloggend in de studio. Irma Knol is de gast hier bij de middagshow met Michiel en we gaan hem invullen. Ik ben weer thuis en het was ontzettend leuk, maar ik heb het koud gehad in de trein. Echt gigantisch. Maar goed, ik zit nu heerlijk met mijn rug even tegen de verwarming. En natuurlijk, kopje koffie erbij. En dan word ik vanzelf wel weer warm. En nou zie ik dat de fruitschaal leeg is. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik zeg fruit halen. En daar is de fruitschaal weer. En ik heb ooit een tip gekregen van iemand. Als je de bananen direct uit elkaar haalt, dan blijven ze lekker vers. Worden ze niet direct zo bruin. En dat helpt inderdaad. Milan was deze keer wakker. Het is niet te geloven. Nou, het was ook bijna 12 uur voordat ik hier kwam, dus het is toch wel logisch. Mam, ik zal je wat vertellen. Hallo. Hallo. Ik werd gisteravond om 11 uur 's avonds naar bed gegaan. Ik werd vanochtend om 5:30 wakker. Ja. Kon niet meer slapen. Nee. En toen alles gaan opruimen, de was allemaal gaan doen. Allemaal omdat ik kwam. Afwas. En ik dacht, ik moet op de top het huis hebben, want dan lijkt het net alsof het hier heel goed gaat. Dus alles is opgeruimd voor mij. Ik dacht al, wat is het hier netjes? Ja, de hele keuken is schoon, nou. Gestofte, noem je dat, spuitendingen. En ja, spuitendingen, geurtjes, ik dingetjes. Ik heb al wat gedaan. Ja, nou, trouwens, hallo. Hi. Dus, maar goed, ik ben dus aangekomen bij Milan. Ja. En we gaan ervoor. En dan ben je aan het editen. En wie krijg je dan weer op je schoot? Lieve Makia, poes van Milan. En die is echt heel erg lief, heel erg speels. Maar heel lief, hè? Aan het werk. En we gaan nu wat opnames doen. Ik weet eigenlijk niet precies waarom en waarvoor. Maar ik geloof iets van reageren op. Ja. Reageren op. Reageren op video's die Milan laat zien. En daar moeten we dan op reageren. Nee, die krijg ik ingestuurd van kijkers. Oh, je krijgt het ingestuurd van kijkers. Ja, okay. Kijkers sturen mij video's die ik moet zien. Ja. En dat kan van alles zijn. Kattenfilmpjes, maar ook filmpjes van mensen die vallen. Of zelfs nieuwsdingen uit het nieuws, wat opvallend is. Oké. Okay. Alles, letterlijk alles. Oh, dat heb ik wel eens vaker gedaan. Ja, dat heb jij één keer gedaan ook met mijn... Ja, dat was ook heel leuk. Ja, dan zit je op de bank met drie tieners. Zo van, wat doe ik hier nou weer? Ja, wat doe ik? Ik snapte er echt niks van. Ik zag de humor er niet van, dus... Kijk, een beetje licht erbij. Beetje licht erbij. Zal ik dan als lichtman zo spelen? Oh ja, dat is leuk. En dan ga ik het hele huis door. Oh, en dan... Ja, dan loop ik zo erbij. Oh ja, dat lijkt me leuk. En dan de hele dag. En dan, ik kan niet verder als dit. Even terug. Ja, jeetje. En actie! Nou, daar gaan we dan. Vandaag zijn we... Oh, sorry. Sorry, even overnieuw. Ik ben ontslagen. Doei. We zijn inmiddels in de opnames. En we hebben al verschillende filmpjes gezien. Leuke filmpjes, minder leuke filmpjes. Ja. Maar het is wel gezellig. We lachen wel. En we hebben zelfs al gedanst. Nou, dat dus. Dat doen we dus de hele avond. Milan gaat helemaal los. Het is donker, maar ik had nog een afspraak met Milan om nog even in zijn nieuwe auto te rijden. Milan die wou dat ik ging rijden, maar Irma in het donker rijden is op zich geen probleem. Maar een nieuwe auto, die automatisch... Ja, ik denk alle luxe, weet je wel. Je hoeft bijna niks te doen. Het is gas, rem, that's it. Je hoeft verder niks te doen, maar ja, dat durf je niet. Nee, nou ja, weet je, donker en nieuwe auto, spiksplinter nieuw. En ja. Dan ook nog geen versnellingen. En ik ben echt zo'n ouderwetse miep van de versnellingen. Het is eigenlijk niet mijn auto, hè. Dus als er wat mee gebeurt, dan ruil ik hem gewoon weer op. Ja. Moet niet door vertellen. Oh, ik voel trouwens dat het wordt lekker warm. Ja, ik heb jouw stoel warm hier. Oh, lekker. Kaart. Lekker op z'n allerwarmst. Ja, want ik weet hoe vrouwen zijn en ook hoe jij bent. Dus ik denk stoelverwarming op maximum. Helemaal mee eens. Wow. Oh, dit is wel mooi, Milan. Dat rijdt wel lekker, hè? Zo. Mooi.
Nu heb ik een heerlijke lunchafspraak met... We hebben een Thaise pomeloosalade besteld. En daar zitten granalen in. Maar wat ook zo fijn is, die zitten kokos in. Dit is toch echt zo mooi om te zien. En het leuke is, het is ook nog eens ontzettend lekker. Ik dacht, jij gaat praten. Ja, dat krijg je als je aan mijn vlog. Nou, ik weet niet hoe jij het vond, maar ik vond de lunch enorm lekker. Ja, het was wel, we hebben echt lang gedaan op de salade. Het was ook veel. Ja, het was heel veel. Ja, het maar heel veel, super ja. lekker. Ja, ja. En vooral, het was heel erg gezellig. Ja, hè? Dat vond ik ook. Heb misschien een foto? Oh, ik moet even een foto. Dat komt een breda. Wacht even, dan ga ik jullie even op de foto zien. Laat ik even vloggen. Ja, dankjewel. Ja, dat hoort er ook bij Irma. Ja. Nou, super. Nou, misschien ook nog in de vlog te zien, hè? Ja, inderdaad. Ja, dankjewel. Doei. Doei. Zondag gaan we samen met het leuk zien, maar dat zie je niet, ik later pas. Ja, dus komt een beetje spanning opbouwen. Maxima is natuurlijk een nachtje alleen thuis geweest, omdat ik vannacht bij Milan heb geslapen. Daarna door naar Breda en nu weer in Assen. En Maxima is heel blij. Hé, Max? Ja, want jij wil wat, hè? Jij wil wat, hè? Hey. Ja, je laat je wel horen. Je laat je wel horen, hè? Snoepies. Snoepies, zegt Maxima. Snoepies. Nou, kijk eens. Oh. Nou. Hupsakee. Het zijn hele kleine snoepjes, die zijn andere snoepjes dan normaal. Zo krijg je natuurlijk ook wat meer, hè? Ja. Eigenlijk is het vandaag een thuisdag, maar ik dacht, weet je wat? Ik heb zin om even naar Jasmine te gaan. Maar ja, Jasmine die schouw ik de camera pakt, dan verdwijnt Jasmine. Dan denkt ze, ik ga weg. Dus Jasmine? Ah, daar is ze wel. Wat zeg jij? Ik zei dat jij direct weggaat als ik de camera pak. Nee. Nee, dat is lekker. Worteltaart, wat jij niet lekker vindt. Nee, worteltaart. Je eet vandaag geen worteltaart. Ja. En geen cheesecake. Wortels eet je gewoon als wortel of als hutspot. Maar niet in een... Nee. Ga je helemaal lekker aan je worteltaart. Ik ga. Dan ga ik lekker aan mijn cappuccino. Kijk, nou weet ze niet dat ik opneem. Nee, dat is zo leuk. Rut! Ja, dankjewel hè. Ja, deze vind ik wel leuk voor jou. Oh ja. Vanavond ben ik alleen thuis. Gert is een paar dagen weg voor zijn werk. En ik zit dus heerlijk relaxed. En achter mij, kijk, daar gaat ze weer. Zit Maxima te spelen. Dat is heel grappig. Wil je nou knuffelen? Wil je nou knuffelen? Oh, ga je nou weer mij aanvallen? Wat lekker is dat. Hey, ga je mij aanvallen nou? Ik zeg altijd dat je zo lief bent. Max. Ja. Ik krijg zometeen bezoek van Inge. Inge heeft diabetes type 2 en zij heeft het programma Keer Diabetes Omgevolgd. Dat is een zinnige zorginitiatief van het VGZ. En door dat programma te volgen, heeft ze zichzelf een nieuwe leefstijl aangemeten, waardoor ze niet meer afhankelijk is van medicatie. Nou, ik vind dat super knap en ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. Want volgens mij heeft ze Inge net aangebeld en komt ze er net aan. Nou, kijk. Ja, het heet Keer Diabetes om, hè? Dus dat vond ik inderdaad ook wel heel leuk gevonden. Van, Ja, je moet het zien alsof je aan het lopen bent. Ja. En je volgt je leven en je loopt. En op een gegeven moment pakt iemand bij de schouders en draait je om. En je gaat de andere kant weer oplopen. Je keert het letterlijk om. Ja, ja. En dat is echt gebeurd. Voor mijn geval, binnen een paar weken was ik ook van de insuline af. Ja? Ja, en even een paar weken later weer van de pillen af. Zo snel? Zo snel. Wow. Ja, als je ervoor kiest, ik ga dat patatje eten... is mijn suiker gewoon 3 dagen te hoog. Ja. En dan moet je een bewustwording van, heb ik het ervoor over? En ik had het er niet meer voor over. Nee. Inge is weer vertrokken en ik heb echt bijzonder veel van haar geleerd.
nogmaals, ik ben zelf heel erg met gezonde voeding bezig en met verse producten en koken zonder zakjes. Maar als je diabetes hebt, dan kom je dus hele andere dingen tegen. En dat is heel erg interessant om te horen. En ik hoop echt dat er heel veel mensen zich gaan aanmelden. Want ja, zoals je haar ziet en wat zij vertelt en dat haar leven zo veranderd is en zoveel beter is geworden. Inge, als je kijkt, bedankt. Ik vond het heel, heel interessant. En ik vind je echt een topvrouw. Weer zo'n fantastische dag. We boffen wel de laatste tijd in het weekend vooral. Dus wat ga je dan doen? Vlechten je haar. En zo snel mogelijk op de motor. Dus daar staat hij weer. Nou, we hebben weer een lekker stukje gereden. En nu zijn we op het TT-circuit. Wij komen eigenlijk speciaal voor Dion Otter. Hè? Want vorige week heeft hij een vervelend ongelukje gehad. Of 2 weken geleden inmiddels. Is geopereerd. En volgens mij is het vandaag weer zover dat hij weer op de motor kan. Dus dat was zijn eerste test. Dus daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar. Het geluid van die motoren. Dion is klaar met zijn ene laatste test en ik heb hem even opgezocht. Want ik vind het toch wel leuk om even te praten over dat ik even een beeld erbij heb. Dus ik wil even voorstellen, dit is Dion. Hoe gaat het? Ja, ik heb vorige week, twee weken geleden al een sleutel meegebroken. Ja. Snel geopereerd, een plaatje erop, een paar stukjes, 6 stuks. En we zijn klaar. En hoe snel je dan weer op de motor zit, ja, ik pet je af. Ik vind het echt super knap. En ik heb van je genoten en ik hoop nog heel veel van je te zien dit seizoen. Dus het komt helemaal goed. Maar nog even een mooi shot van je. Zoals je eruit ziet. Kijk, dat is hem dan. Ik ben aangekomen. Had ik nog helemaal niet verteld. Ik ben met Esther. Ja, dus het is al behoorlijk druk geworden. We zijn bij de première van Stil in mei. Wat zijn jullie verwachtingen van de show? Ja, nou eigenlijk best wel hoog. Want ik heb heel veel positieve dingen gehoord. En Stil in mei, dan denk ik direct aan Van Dikhout. En daar was ik vroeger heel erg fan van. Dus ik verwacht in ieder geval dat liedje gezongen wordt. En daar kan ik meezingen, ja. We gaan volle borst, Yes. Ja, volle borst meezingen? Tuurlijk. Kunnen jullie een beetje zingen? Nee, totaal niet. Het is maar goed dat wij niet op het podium staan. We houden bij vloggen. Ik zeg vlogcamera aan en volle borst meezingen. Oké, absoluut. Dan sta ik hier tussen heel veel mensen en dan kom ik Katrien Kel. Eigenlijk is mijn vraag, en ik denk ook voor de libellenkijkers, hoe is het met jullie? Nou, begin jij maar. Jij hebt het langste verhaal. Nee, het gaat heel erg goed. Voor mij is het een prachtige mooie productie zelf. En dat is Op hoop van zegen. En dan speel ik er een viertje. Ja, precies. En ik zat gisteren zelf nog in Delfzijl. En ik reis ook de hele wereld rond. En ik heb Gio ontmoet. Die dus nu Stil in mij. Dat is een jonge jongen van 25. Ja. En ik heb hem leren kennen tijdens een productie. En ik ben zo ongelooflijk trots op iemand die zo jong is, zoveel durft. En zo ambitieus is en nieuwsgierig om iets te gaan doen in een wereld waar hij zo van houdt. En daarom ben ik ook echt hier. Ik ben nog niet naar Delfzijl geweest, maar in januari naar Brazilië. Oh. En dan heb ik een reisverslag voor de story voor geschreven. En ik ben vorige maand dus in Afrika geweest, naar mijn vriend. Hey, Fit, sorry. En, sorry. En, ik schrijf dus voor de Telegraaf. Kom ik één keer in de week voor een vrouw. Die ik altijd lees. Echt waar? Ja, altijd. Nee. Helemaal niet. Anyway. En, ik schrijf dus ook voor de story. En ik ben weer voor een aantal programma's gevraagd om gewoon incidenteel mee te doen. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Ja, ik ben heel blij. Ja. Nou, heel erg bedankt. Ja. En jij gefeliciteerd met die leuke zoon van je. We zitten inmiddels in de zaal. Ja, en, je ziet ons bijna niet zitten. Nee, je ziet ons echt. Nee, we vallen helemaal weg. Dus eigenlijk is dat prima natuurlijk. Toch voor jullie? Ja. Ga gewoon genieten. Ik ben weer thuis en het was een superleuke musical. Maar nu heb ik wel enorm trek. En ik heb gisteren soep gemaakt. Dat is een soort groentesoep, kippensoep. Nou ja, combinatie ervan. Wortels, doppertjes, paksoi en natuurlijk kip. En zo ziet het eruit. En de tweede dag is het natuurlijk nog lekkerder.
Dus ik ga lekker smullen. Ik wil iedereen bedanken weer voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende vlog.